Ik ga even kijken wanneer ik vrij reizen kan. Want u kunt vrij reizen op bepaalde momenten? Ja, want ik ben 71. Ik wil nou even kijken. Ik moet eerst kijken wat ik al heb. Ook aan het moment. Ik wil nou keuzedag. Nee. Kijk, hier zit ik nou ophalen. Dat snap ik niet. Nou, dit lukt mij gewoon niet. Moet ik altijd iemand bij hebben. Ineke van der Weijden volgt speciaal taalonderwijs op het Alfa College in Hogeveen. Ook haar medecursisten hebben moeite met de kaartjesautomaat. Ze maken iedere keer de beeldscherm veranderd. En ja, dan hadden ze hier en nu hebben ze daar. Dat is gewoon naar. Want ik wist altijd, als je van hier moest je boven aandrukken. En dan wist ik, nou, dan moest ik een kaartje kopen. Maar nu hebben ze het dan zo gedaan, ja. Dan denk ik echt wel dat er hier echt iemand moet rondlopen van jongens, snappen jullie het wel? Of ja, dat er echt iemand hier rond is. De kaartjesautomaat van de NS is dus één van de uitdagingen voor analfabeten en laaggeletterden. En er zijn er nog veel meer. Belasting en gemeentehuizen, ziekenhuizen. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je heel veel papierwerk hebt en waar je heel veel dingen moet lezen. De bijsluiten van een geneesmiddel? Ja, dat mag ik mij niet vertellen. Ik doe maar wat. Ja,